heb ik gevraagd, maar het heeft geen zin. Nu zijn we klaar voor het gevecht. Het gevecht wat we nu voeren is het gevecht voor een nieuwe cao. Een nieuwe cao voor de technische groothandel. Dat is een landelijke cao voor alle technische groothandels in het hele land. En de mensen willen een fatsoenlijke loonsverhoging en die willen niet dat hun huidige cao verslechterd wordt. Ze hebben vorige week met elkaar unaniem besloten, we gaan staken, maar ze zijn zodanig onder druk gezet. Waardoor ze inderdaad eieren voor hun geld gekozen hebben, althans een aantal. Want gelukkig zijn hier nog steeds 20 medewerkers die wel de moed hadden om vandaag het werk neer te leggen. De werkgevers worden steeds rijker. We horen het op alle gebieden. Door het bedrijf wordt het ontkend dat er sprake is geweest van intimidatie en chantage. Maar wij hebben een exacte tape gehoord van datgene wat is toegesproken richting de werknemers. En daarop, ja, dat is niet te mis te verstaan, is gewoon echt emotionele druk en chantage al ingezet om mensen te voorkomen dat ze gaan staken.